Dank u wel, voorzitter. Ik zou het over alle soorten kunnen hebben die eind maart op de agenda staan van de CITES-vergadering. Maar ik wil er eentje uitlichten, juist omdat die zo'n model staat voor waar we als mensen op het moment mee bezig zijn. De blauwvintonijn. Dit is een prachtige, indrukwekkende vis waar al eeuwen op gevist wordt en die we al eeuwen eten. Maar die vis is nu helaas op sterven na dood. Na jaren van wanbeleid door politici die keer op keer biologische adviezen naast zich neerlegden. Die korte termijn economische belangen lieten prevaleren boven de lange termijn perspectieven van de sector. Door dat wanbeleid hebben we nu geen andere keuze dan de handel in blauwvintonijn totaal te verbieden. Er liggen amendementen op tafel om anders te handelen en die handel niet te verbieden, maar daar is het helaas te laat voor. Enkele weken geleden werd er €120.000 betaald voor één blauwvintonijn. Dat is de werkelijkheid van vandaag. En dat verklaart ook de enorme illegale vangsten, die naar schatting tweemaal groter zijn dan de vastgestelde quota. Daarom bieden quota ook geen soelaas. Ze hebben geen zin door de illegale vangst. De enige redding voor de blauwvintonijn is een internationaal handelsverbod. Ik weet het, de gevolgen voor de sector zullen hard zijn. Dat realiseer ik mij ten volle. Maar laten we leren van deze ervaring. Als de zee leeg is, is het definitief afgelopen met de sector. Dus laten we ook om economische redenen zorgvuldiger met onze natuur omgaan. Ik roep de Europese Commissie op om snel het besluit aan de Raad voor te leggen om de blauwvintonijn op bijlage 1 te zetten. En ik vraag het Spaans voorzitterschap om over zijn eigen schaduw heen te stappen en dat besluit dan vervolgens over te nemen. Collega's, in de 17e eeuw hebben wij de dodo uitgeroeid. Als mensen, laten wij ons lerend vermogen als mensen tonen en voorkomen dat de blauwvintonijn de dodo van de 21e eeuw wordt. Dank u wel.